Welkom allemaal bij dit webinar over anders examineren en tentamineren. We gaan het hebben over toegankelijk en flexibel examineren. Ik zal ons eerst eventjes voorstellen. Ik doe dit webinar samen met Esther, mijn collega, Esther Woertman. Esther kent het HBO en het MBO en de examinering daarin heel goed. Zij ondersteunt examencommissies en onderwijsteams. Dat doet zij in het borgen van de kwaliteit van de examinering. En het maken van verantwoorde keuzes daarbij natuurlijk. Nou ja, ook in deze tijden, waar we nu allemaal denk ik thuis zitten, staat kwaliteit natuurlijk voorop. En we merken dat er gewoon ontzettend veel vragen zijn over wat zijn nou de mogelijkheden en hoe zorgen we nou dat de kwaliteit van toetsen en een diploma dat die gegarandeerd blijft. Dus daar is Esther nu ook in deze tijd natuurlijk erg druk mee. Ik ben Elke van Doorn. Ik werk binnen CINOP bij ECIO. Dat is het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs. Nou, wij helpen eigenlijk het middelbaar en het hoger onderwijs in hun ontwikkeling naar flexibel en inclusief onderwijs. Eigenlijk zodat studeren voor iedereen toegankelijk is en drempels voor studenten zoveel mogelijk worden weggenomen. En ja, daar hoort toegankelijk toetsen ook bij. Nou, we hebben nu eigenlijk al, dit is het vijfde webinar op dit onderwerp, tevens ook de laatste. En nou ja, voor ons is het ook leren, dus we leren ook steeds beter hoe dit online goed kan werken. Wat misschien goed is om heel even met elkaar een soort van spelregels door te nemen, dat ook de verwachtingen een beetje gelijk zijn. We hebben namelijk een enorm diverse groep deelnemers. Ik heb begrepen net op het laatste dat in ieder geval sowieso 100 mensen zich voor dit webinar hebben aangemeld. Hartstikke mooi wat ons betreft. Dat leidt er wel ook toe dat er dus helaas weinig interactiemogelijkheden zijn vanwege de omvang van de groep. Je kan vragen stellen. Dat kan ook via vraag en antwoord. Dus als je met je muis beweegt over het beeld, dan komt er zo'n balkje. Dan kun je vragen en antwoorden kun je aanzetten. En dan kun je ook zien andere vragen die binnenkomen van andere luisteraars. Nou, het zal ongeveer 30 tot 40 minuten duren. En de presentatie en de linkjes die je hier ziet, die zullen we achteraf ook delen. Nou, de deelnemers die zich hebben aangemeld zijn voornamelijk uit het MBO en uit het HBO. En het HO eigenlijk. Universiteit zag ik er ook tussen staan. Het is best wel divers. Dus volgens mij zijn jullie, de mensen die nu zitten te kijken, zijn vooral docenten, onderwijskundigen en examencommissieleden. Ik zag zelfs nog dat er vanuit Aruba gekeken zou worden. Dat is hartstikke leuk. Nou, door onze inhoud af te stemmen op de meest gestelde vragen die we vooraf van jullie hebben ontvangen, hopen we toch eigenlijk voor iedereen een inspirerende en zinvolle sessie te kunnen bieden. Dus we proberen wel zoveel mogelijk op jullie vragen in te kunnen gaan. In dit webinar zien jullie veel praktijkvoorbeelden. Dus er is ook heel veel ter inspiratie willen we aanbieden. Wij komen nu eenmaal vanuit CINOP op veel plekken in het land, op veel onderwijsinstellingen. Dus wij zien ook heel veel praktijkvoorbeelden. En hiervan zullen we een aantal met jullie delen, waarvan wij denken dat die relevant zijn in deze tijd van onderwijs geven en examineren. We publiceren ook regelmatig artikelen. We hebben bijvoorbeeld een bundel flexpraktijken. Dat kun je eens opzoeken op onze website. Met ook allerlei praktijkvoorbeelden over flexibel onderwijs en examineren. Dus dat vind je allemaal op onze website. En ook daar zullen we nog linkjes van delen. En nog even een oproepje aan jullie zelf. Mocht je nou zelf zeggen, nou, ik heb echt een supergoed voorbeeld van online examineren. Of in ieder geval examineren op afstand. Of ik heb een hartstikke mooi voorbeeld gezien voor wat voor iedereen interessant is. Nou, deel het alsjeblieft met ons. Daar zijn wij heel erg in geïnteresseerd. En wij zullen dat dan ook in overleg natuurlijk wel weer delen met de rest van de wereld. Nou, in dit webinar wat aan bod zal komen zijn landelijke kaders. Als je het over examineren en tentamineren op een andere manier. We kijken ook naar kwaliteit. Verschillende toetsvormen passeren de revue. Welke stappen je aan kan denken. We geven wat algemene tips en we geven wat specifiekere tips voor studenten met een ondersteuningsvraag.
dat wij vinden dat die groep zeker niet vergeten moet worden. Nog even als laatste in de chat, dus in de vraag- en antwoordomgeving, is met name bedoeld voor inhoudelijk en relevante vragen. Die zullen we dan ook openzetten en publiceren, dat de rest het ook ziet. Mocht je technische vragen hebben, die kun je daar op zich ook kwijt. We hebben onze collega Suzanne op de achtergrond zitten en zij doet haar best om daar, jullie daarbij te ondersteunen. Nou, dan wil ik nou eventjes Esther uitnodigen om, zij zal beginnen over de context van het onderwerp waar we het over hebben. Ja, zo, ook welkom vanuit mij. Ja, het is wat dit betreft voor ons even anders om binnen een nieuwe, voor ons ook nieuwe context zo'n webinar te geven. We hebben veel ervaring, zoals Elke al aangaf, op het gebied van examinering en tentaminering. En voor ons is dit ook een nieuwe tijd. Sinds 19 maart zitten we met z'n allen eigenlijk zoveel mogelijk thuis. Scholen zijn gesloten. Nou, vanavond krijgen we daar ook weer een update van voor hoe lang dat geldt en of er misschien langzamerhand nieuwe mogelijkheden zijn. En wij merken dat scholen met allerlei verschillende situaties zitten. Maar wat denk ik voor bijna iedereen geldt, dat deze situatie veel vereist ten aanzien van examinering. Deze periode zou voor veel scholen een piekperiode zijn wat betreft examens, aan het einde van het schooljaar. En het vraagt veel creativiteit en flexibiliteit om daar nu mee om te gaan. Om te kijken wat kan nog wel doorgang hebben en wat moeten we op een andere manier of op een later moment wel door laten gaan. Nou, dat gaf Elke net ook al aan. We staan eigenlijk nog aan het begin hiervan. Maar toch door al 4 webinars hierover te hebben gehad. En ook al door veel scholen te hebben gesproken, hebben we een aantal voorbeelden die we ook met jullie gaan bespreken. En het geldt ook dat we eigenlijk ook andere tips en tools hebben vanuit eerdere ervaring en expertise. En dat we die eigenlijk door logisch te kunnen redeneren ook op deze situatie kunnen leggen en uitproberen. Nou, om eerst een stukje nog te kunnen duiden wat speelt binnen MBO en HO. Is over beroepsgericht beoordelen. Even voor wat betreft MBO, ik zal zo meteen die van HO toelichten. Wij werken eigenlijk altijd met 3 pijlers. Dat zie je in dat grijze kader, in het groene kader en in rood. Het gaat dan over standaarden, exameninstrumenten en beoordelaars. Eigenlijk berust het beroepsgericht beoordelen op die 3 pijlers. En bij standaarden en kaders zou je dan kunnen denken aan dat wat de inspectie voorschrijft, maar ook dat wat in het handboek examineren is opgenomen. Bijvoorbeeld aan afnameprocedures. Wat betreft exameninstrumenten en methoden, die worden veel aan het MBO ingekocht, maar ook wel zelf ontwikkeld. In beide gevallen wordt het altijd vastgesteld door een vaststellingscommissie. En hierin staat ook de instructie voor beoordelaars en examenfunctionarissen en studenten opgenomen. En beoordelaars die hebben dan beoordelingscriteria uit die methode of uit die instrumenten. En zij moeten zo objectief en betrouwbaar mogelijk beoordelen. Nou, wat betreft deze situatie, als we dit kader, deze 3 pijlers eigenlijk daarop leggen, dan zie je dat de kwalificatiedossiers en de eindtermen ongewijzigd blijven. Er moet nog steeds hetzelfde eigenlijk worden beoordeeld. En dan is het goed om te gaan kijken, wat kan er wel in de situatie? En welke knoppen kun je wel gaan draaien om met een goed alternatief en met voldoende kwaliteit ook nog te komen. In het service document dat we net publiceerden met de linkjes vanuit het ministerie voor het MBO wordt vermeld als een examencommissie de kwaliteit van de examinering onder de huidige omstandigheden niet kan borgen, kan de school een alternatief van examineren overwegen. Het alternatief moet echter wel kwalitatief aan de eisen voldoen en de essentie van het beroep toetsen. Daar gaan we tijdens deze webinar ook echt naar kijken dat dat nog steeds voor ogen blijft en hoe je dat dan kan doen. Nou ja, je kunt eigenlijk op die manier niet aan de standaarden en kaders komen. Die kun je niet wijzigen omdat die eindtermen overeind blijven. Voor het MBO geldt dat rekenen en keuzedelen wel vervallen. Maar verder blijven alle vereisten nog staan. Je zou wel het handboek examinering
kunnen aanpassen. Als er zeg maar toetsen worden aangepast, is het goed om daar ook de instructies of de afnameprocedure in op te nemen. Of in ieder geval het addendum te plaatsen van let op, er zijn wijzigingen. Nou, die methode en de instrumenten, dan maakt het even uit of het is ingekocht of niet, of je daaraan kan draaien. Bij ingekocht kan je niet zomaar wijzigen. We raden dan ook aan om daarvoor contact op te nemen met de leverancier. En als er wijzigingen zijn, dat geldt ook voor je eigen examens, om dan altijd deze formeel opnieuw vast te laten stellen binnen de school. Met wellicht, en maak daar ook afspraken in je school, dat er een soort verantwoording bij je komt wat je waarom wilt aanpassen en hoe je denkt nog steeds een kwalitatief goede toets te kunnen neerzetten. Nou, voor beoordelaars is het goed om ook scherp te blijven als bijvoorbeeld een andere toetsvorm wordt voorgesteld. Wat vraagt dat dan van die beoordelaars? En kunnen zij die taak nog steeds wel ook goed uitvoeren? Of moeten zij opeens veel meer communiceren? Of vraagt dat bepaalde ICT-vaardigheden van hen? Of vraagt het meer tijd om na te kunnen kijken of te beoordelen? Het is goed om daar dan ook naar hen toe, maar ook voor jezelf in de organisatie, rekening mee te houden. Nou, wat betreft HO, HBO, HO, geldt eigenlijk hetzelfde, met net andere naamgeving. Dus daar heb je vaak een OER, onderwijs- en examenregeling als kaders. Je spreekt vaak van tentamens. Er wordt eigenlijk niet ingekocht voor toetsen. En je hebt hetzelfde geldt voor beoordelaars. Even kijken. De toetstechnische kwaliteitseisen blijven eigenlijk ook in dit geval overeind staan. Dus je kijkt heel erg naar de validiteit en de betrouwbaarheid. En er zijn uitdagingen in het MBO als in het HO hieromtrent. Het is goed om na te gaan of het examen nog aan de kwaliteitseisen voldoet als je bijvoorbeeld een nieuw examen in gaat richten. Wat betreft de validiteit, bijvoorbeeld als je eigenlijk een simulatie of een vaardigheidstoets zou willen afnemen, bijvoorbeeld voor het monteren van producten, en dat zou je opeens vervangen door een theorietoets, dan toets je andere dingen. Daarmee is de validiteit eigenlijk in gevaar van je toets. Of als je bijvoorbeeld spreekvaardigheid gaat toetsen met een schriftelijke toets. Het is aan te raden om zo dicht mogelijk bij het werkwoord van het werkproces of de kerntaak te blijven. En zorg ook voor een bepaalde authenticiteit. Er zijn daar ook zorgen om, geluiden horen we. Maar check bijvoorbeeld criteriumgericht interview daarvoor in, om te verifiëren of het daadwerkelijk de student ook was die iets heeft uitgevoerd, om door te vragen, om te vragen hoe die dat heeft aangepakt. Om daar nog, ook al sta je niet zelf meer in die praktijk, om daar toch iets van te kunnen polsen. En wat betreft transparantie is het heel goed om in het hele proces van wellicht andere toetsen ook de betrokkenen mee te nemen. De deelnemer, dus de student, maar ook andere betrokkenen. Communiceer wat er is aangepast, welke consequenties dat heeft. En wat betreft gestandaardiseerd, daar hebben we het eigenlijk net al over gehad toen we het hadden over methode en instrumenten, is het goed om die standaarden ook over te nemen en niet zomaar aan de meetinstrument te sleutelen. Kijk dan goed of die nog steeds valide of betrouwbaar kan zijn. Dus dit is goed om in je eigen praktijk ook voor ogen te houden, die toetstechnische kwaliteitseisen, maar wij zullen er ook aandacht aan besteden. Nog eentje terug. We hebben ook een stroomschema hebben we gemaakt op basis van verschillende stroomschema's die we ook vanuit scholen hebben gekregen, zowel het MBO als het HO, die bijvoorbeeld het schema ook van Avans waar we naar linken. En dit kan je doorlopen om te kijken wat is mogelijk per examen. Dus welk examen of tentamenvormen kunnen vervangen worden door alternatieve vormen. En wat we net hebben besproken, kijk wat die voor nodig is. Welke voorbereiding ligt van de student vraagt, misschien wel een andere voorbereiding. Is er nog wel dezelfde criteriadekking? Nou, dan als je die examens eigenlijk eruit hebt gehaald uit je examenprogramma, dan blijft weer een nieuw gros over aan examens. Kijk dan
Welke kunnen niet vervangen worden door alternatieve vormen, maar kunnen we deze wel digitaal afnemen? Bijvoorbeeld een schriftelijke toets digitaal afnemen of een gesprek wat je eigenlijk face-to-face zou hebben ook digitaal afnemen. En uiteindelijk zal ook een restgroep blijven. Welke examens of tentamens blijven dan over en moeten nog verschoven worden naar een ander moment? En ook weer aandacht voor de consequenties. Welke consequenties heeft dit voor de student, het lang studeren, maar ook voor een bepaald beroep, omdat dan een groep later kan afstuderen? Dat wil je natuurlijk voorkomen, maar daar waar het niet anders kan, is het goed om die consequenties in kaart te brengen. Nou, dit waren meer de kaders en qua organisatie waar je aan kunt denken en wat we mee willen geven. Nu gaan we naar een aantal alternatieve examen tentamenvormen kijken. Inderdaad, we gaan nu een aantal alternatieve examen- en tentamenvormen laten zien. Gewoon van scholen die daar dus nu al mee bezig zijn. En waarvan we ook horen dat dat werkt. Mochten er vragen binnenkomen tussendoor, dan zullen we die wat later beantwoorden. Als eerste dus een praktijkexamen kan worden vervangen door een portfolio met beroepsproducten. Vooral binnen het mbo vinden natuurlijk veel examens in de praktijk plaats. En nu studenten gewoon niet veel stage meer lopen en geplande praktijkexamens gaan vaak niet meer door. Zien we gewoon dat veel scholen op zoek zijn naar een alternatief. Dat zien we natuurlijk ook bij BBL-opleidingen, waar het werk vaak wel doorgaat, maar het examen niet uitgevoerd kan worden zoals gepland. En dan zien we eigenlijk dat een portfolio best een goed alternatief kan zijn. In zo'n portfolio laten scholen de studenten een breed scala aan bewijsmateriaal laten ze tonen, waarmee ze dus kunnen laten zien dat ze bepaalde kerntaken en werkprocessen beheersen. Dat combineren ze eigenlijk altijd met een CGI, een criteriumgericht interview. En denk dan bijvoorbeeld bij een BBL-opleiding, bijvoorbeeld in de techniek, waar studenten vanuit hun werkzaamheden filmpjes kunnen aantonen wat dus hun beroepsproducten uiteindelijk zijn. Ook hier is echt wel heel belangrijk dat je dus studenten goed meeneemt in wat er van hen verwacht wordt. Waar ze op moeten letten. En dat kan dus echt per niveau verschillen wat studenten hierin nodig hebben. Zeker voor studenten in entreeopleidingen en niveau 2. Kijk goed hoe je dus bij het niveau van die doelgroep kunt aansluiten. Wat we ook wel terugkrijgen is dat bij deze doelgroep de optie van portfolio en het criteriumgericht interview niet altijd goed aansluit. Daar wordt bijvoorbeeld eerder gekeken hoe dus de praktijkleermeester een grotere stem kan krijgen in de beoordeling van studenten. Gewoon op basis van zijn of haar ervaring. Wees je er ook van bewust dat als dus de lijst van verwachtingen van zo'n portfolio, die kan lang worden. En wees ervan bewust dat je dan veel van studenten vraagt. En daarnaast vraag je ook veel van de beoordelaars die dus dat portfolio moeten beoordelen. Denk hierbij aan het misschien wellicht voor mensen bekende afkorting, de HUBO. Dat dus voor iedereen geldt. De HUBO staat voor dat ook het portfolio herhaalbaar moet zijn. Het moet uitvoerbaar zijn, betaalbaar, kost het niet te veel tijd voor docenten bijvoorbeeld om het te organiseren. En het moet organiseerbaar zijn. Dat is wat betreft het portfolio. Daarnaast kun je ook praktijkexamens natuurlijk afnemen, gewoon onder andere omstandigheden. Dus als het examen bijvoorbeeld wel door kan gaan, maar je kunt er niet heen als beoordelaar vanuit je school, wat kun je dan doen? Eigenlijk zien we dan twee opties. Je kan ervoor kiezen om dus die periode in te stemmen met alleen een beoordeling door de leermeester. Dus eigenlijk het vier ogen principe kun je dan loslaten. Let daarbij wel op dat dus de beoordelaar, dus de begeleider eigenlijk, of de leermeester, dat hij wel bewust is dat hij dan even gescheiden petten op heeft. De begeleider is nu eenmaal niet altijd een beoordelaar. Dus het moet echt goed duidelijk en transparant zijn in de criteria waarop dus de begeleider gaat reflecteren. De tweede optie is dat je eigenlijk de vier ogen principe op een andere manier kunt regelen. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van videoopname. De leermeester kan bijvoorbeeld het opnemen wat de student doet. Of je kan er live bij zijn via beeldbellen.
En je kan natuurlijk een eindgesprek voeren met de leermeester en de student daarbij, of alleen met de student. En je kan ook hier natuurlijk weer een CGI houden, een criteriumgericht interview met de student. Nou, voor beide alternatieven geldt eigenlijk, kijk steeds eerst weer naar het examenprogramma, kijk naar de toetsmatrijs en kijk naar de leerdoelen die in het oorspronkelijke examen centraal staan. Leg goed vast op basis van welke argumenten je tot welke keuzes komt en betrek daar steeds de examencommissie bij. En wat we bijvoorbeeld ook regelmatig horen is dat er nu eerder met deelexamens wordt gewerkt dan één overkoepelend en integraal examen. En dat is eigenlijk meer gewoon om het beter te organiseren te krijgen eigenlijk. Dus de O van de HUBO wordt dan dus op die manier toegepast om het dus meer in stukjes te hakken. Een andere optie is dus vanuit het formatieve leren bewijzen aan te dragen. En daarmee dus leeruitkomsten aan te tonen. Er kunnen natuurlijk meerdere bronnen of bewijzen zijn die een deelnemer onderweg al heeft verzameld. En als je meer outputgericht kijkt, kun je wellicht ook beoordelen welke zaken al zijn aangetoond en wat er dan aanvullend nog verzameld moet worden. Er is dus een website, praktijkbeoordelen.nl. Daarop is een summatieve en formatieve omgeving op basis van beoordelingscriteria bij het examen. Een student kan natuurlijk het een en ander al verzameld hebben in het formatieve deel. En dit zou je kunnen zien als beoordeling. En de leermeester heeft hier dan namelijk ook al beoordeeld of reflectie of feedback gegeven. Dus dat is vaak goed te gebruiken. Normaal gesproken gebeurt dit natuurlijk veel minder vanwege echt de scheiding tussen formatief en summatief. Formatief gaat vaak onder andere omstandigheden. Er is meer begeleiding. Je kan vragen stellen. Maar in deze situatie is het wel goed om naar deze mogelijkheid te kijken. Ook hier kun je dit weer aanvullen met het criteriumgericht interview. En ga daarbij goed in op authenticiteit. Dus heeft de student het zelf gedaan. Ga in ook op zelfstandigheid. Dus zou de student het bij herhaling, zou dit dan ook nogmaals zelfstandig kunnen. Nou zal Esther eventjes ingaan over het schriftelijke toetsen. Ja, dat klopt. En voordat ik dat doe, er is een vraag gesteld die ik even heb gepubliceerd. Daarom wordt gevraagd, klopt het dat uitsluitende examens in het laatste leerjaar gewijzigd mogen worden? Nou, er zijn geen richtlijnen of afspraken Nederlands breed of MBO of HO breed overgemaakt. Maar het zou natuurlijk wel kunnen zijn dat je dit kader, zeg maar, deze eis, vanuit je school hebt meegekregen. Dat daarin het beleid eigenlijk wordt gevoerd, passen niet de examens in de eerdere jaren aan. Die verzetten we, geen idee, maar dat zou kunnen. En we passen alleen het laatste leerjaar aan. Nou, als dat zo is, dan heb je daarmee te dealen. Maar dat geldt niet per se als algemene regel voor iedereen. Nou, inderdaad, we gaan kijken nu naar de schriftelijke toetsen. Wat je daarmee eigenlijk nu kan. De eerste vier bullets gaan over überhaupt schriftelijke toetsen in een digitaal systeem. Dus los even van het afstand, maar waarom zou je daarvoor kunnen kiezen? En schriftelijke toetsen gaat ook open toetsen, maar ook toetsen en multiple choice toetsen. Alles wat schriftelijk werd afgenomen. De voordelen zijn, en die zijn ongetwijfeld al bekend, dat de uitslag snel beschikbaar en ook als het goed is foutloos wordt nagekeken. Dat de informatie over de kwaliteit, dus analyses die je per vraag kunt maken, dat die worden voorzien door het systeem. En dat er items in de ITER-bank aanwezig moeten zijn en ook voldoende om verschillende soorten toetsen te kunnen genereren. En hierbij is dan het aandachtspunt dat het eventueel fraudegevoelig kan zijn en dat je daarmee met afgeschermde omgeving, dus een browser die voorkomt of een software die voorkomt dat studenten ook kunnen gaan surfen tijdens de toets. Nou, mocht je al met zo'n digitaal systeem werken, dan zou je kunnen overwegen, en ik ga het straks hebben over proctoring, dus daar ga ik dan meer over vertellen, maar los van proctoring zou je kunnen overwegen om dat digitale systeem afstand in te kunnen gaan zetten. En in dat geval geven wij aan, denk hierbij over na om bijvoorbeeld de tijd strak te houden. Dus zo kort mogelijke tijd te geven om die vraag te beantwoorden. Dat studenten
ja, misschien één vraag kunnen opzoeken, maar dan al door de tijd heen zijn. Dus nooit meerdere vragen kunnen opzoeken. Je kan er een open boektoets van maken, dat je aangeeft, nou, je mag ook overal gebruik van maken. Maar we willen jouw verhaal, dus jouw inzicht en jouw begrip toetsen. Daar vertellen we straks ook meer over waarom je dat wel en wanneer niet zou kunnen inzetten. Nou, proctoring heb ik het ook dadelijk over. En het is goed om vooraf helderheid te hebben wanneer je iets niet geldig kan verklaren. En wat daarvan de consequenties zijn. Bijvoorbeeld als je een opname wilt maken of als een student een foto moet laten zien van het gemaakt werk. Of dat hij alleen in de kamer is of zijn idee moet laten zien waar je ook aan denkt. Dat het dan pas onder die omstandigheden ook geldig kan zijn. In alle gevallen hierbij geldt, kijk wat je aftoetst en hoe belangrijk die toets is. En nou zijn natuurlijk alle toetsen belangrijk, maar één toets je op een hoger niveau en meer het eindniveau af dan een andere toets. En de ene toets stelt echt mee voor, nou, BSA is nu uitgesteld, maar misschien wel voor een overgangsregeling of voor het afstuderen. Of dat leerdoel is niet op een ander moment afgetoetst, echt alleen met deze toets. Nou, wees dan alert wat wel kan en wat niet kan. Dus kijk ook hierbij inderdaad naar de toetsmatrijs en naar de doelen die je aftoetst. Wat betreft online proctoring. Online proctoring is het surveilleren op afstand. Dat kan middels controlesoftware, videobeelden en meekijken op het scherm van de student zou je kunnen inzetten. En dat zou dan moeten voorkomen dat de student fraudeert. Proctoring kan op 3 niveaus worden gedaan, waarbij de student het scherm dat hij ziet en zijn omgeving waarin hij zich bevindt in minder of meerdere mate wordt geobserveerd. En je kan er ook voor kiezen om dat ter plekke te doen. Dus echt monitoren, live eigenlijk. Of achteraf, of steekproefgewijs. Dus je kan ervoor kiezen om altijd iedereen achteraf te controleren voordat een resultaat geldig is. Of steekproefgewijs. En die software die checkt ook van, hey, de student kijkt de hele tijd naar een ander punt. Of die kijkt zoveel procent van de tijd naar een andere plek. Of er is heel veel achtergrondgeluiden bijvoorbeeld. Dus hij zou misschien wel iemand in de omgeving kunnen hebben die hem helpt. Er is al die software voor. Het zou met 100 tot 150 studenten tegelijk kunnen worden afgenomen. Alleen er zijn wel wat aandachtspunten en er zijn ook wat kritieke geluiden. Los van ook scholen of hogescholen, universiteiten die er al mee werken. Die ook aangeven dat voor de toetsen waarvoor ze het hebben gekozen, dat ze daar positief over zijn. Horen we daar zowel van hen als ook van andere scholen wat tegengeluiden. Bijvoorbeeld de privacy impact, die is erg hoog. Die is zeker bij een grootschalige invoer, heb je daar gewoon met een grote impact te maken. Fraude is ook wel gevoelig. Een nadeel is dat als er niet meer plaatsgebonden is, dus dat je geen controle hebt over de omgeving waarin het examen wordt afgenomen, dat je niet zeker weet of het fraudebestendig is. Ondanks dat er dus wel software is die zoveel mogelijk daarmee probeert te voorkomen, kan je dat nooit 100% garanderen. Er zitten ook wat kosten aan verbonden en ook wel wat ICT-voorwaarden van een digitaal systeem en dat software systeem. Mensen op de achtergrond die daarmee kunnen omgaan. Dus in die zin is het misschien niet voor elke school op dit moment een oplossing om dat op zo'n korte termijn in te kunnen zetten. En studenten laten ook wat tegengeluid horen. Die hebben gisterochtend stond een bericht in de Volkskrant. Als je zelf op dat linkje na afloop klikt, word je naar het artikel gestuurd. En dat gaat over dat studenten ook vinden dat hun privacy hiermee in het geding is. En eigenlijk is de regel ook, je kan studenten vanuit de AVG niet verplichten om deel te nemen. Maar je kan natuurlijk dat zo inbedden van, ja, je geeft toestemming. En als je niet doet, ja, dan kan je examen niet doorvinden voor de zomer. In hoeverre is het dan echt nog een eigen keus of niet? Raadpleeg zeker ook de whitepaper van SURF. Die hebben heel mooi alle voor- en nadelen en waar je aan moet denken, wanneer wel, welke tentamens ook meer risico lopen en wat je wel zou kunnen afnemen. En vanuit Hongkong hebben we ook een ander voorbeeld gekregen. Daar hebben ze Zoom, maar dat zou ook via Teams kunnen.
om dat studenten hun camera aan moeten zetten. Dat ze ook laten zien dat ze alleen in de ruimte zijn. En je laat ze op papier hun tentamen maken. Dus je kan ook echt zien of ze alleen maar op het papier zitten te kijken en niet op het scherm. Omdat zij constant in beeld zijn en ook het geluid aanstaat. En zodra de tijd voorbij is, maken ze de plekken ook in de camera een foto van het tentamen. En die sturen ze direct naar de docent. Je moet kijken of dat wel ook dan voor een hele klas tegelijk kan. Ik denk het eigenlijk niet. Maar dat zou een moment of een manier zijn, misschien ook wel als je maar een handjevol studenten hebt met een bepaalde herkansing, om het op die manier alsnog wel een soort light versie van proctoring in te kunnen regelen. Dan wat betreft open boek tentamen. Nou, ik gaf net al aan dat je daarmee begrip en inzicht toetst. Dat is wellicht anders dan dat je kennis toetst. En dat vraagt dan misschien weer een andere voorbereiding van de student. Of dat je maar de helft van de vragen die je normaal zou stellen, stelt. Of dat je bepaalde vragen moet aanpassen. Voordeel is wel dat studenten alle bronnen mogen gebruiken. Dus in die zin kan je ook dat opengooien. Hoef je daar geen controle meer op te zetten. Maar is het wel aan te raden, en in het hoger onderwijs wordt dat vaak al gedaan, om een plagiaatchecker in te zetten van de antwoorden. Zodat je wel die screent de overlap zowel tussen studenten als ook de internetbronnen. Dus dan kan je wel zien of een student ook echt tekst heeft geparafraseerd in plaats van letterlijk heeft overgenomen van een medestudent of van een bron. Het is natuurlijk wel de bedoeling om te laten zien dat je inzicht hebt en niet alleen maar de kennis uit een bron overneemt. De aandachtspunten hierbij zijn een goede casusbeschrijving. Vaak werkt het met casussen. Dat je een soort authentieke situatie ook kan nabootsen. Maar ook dat het geen eenduidig antwoord is. Maar dat de student hem echt zelf moet toepassen. En daarvoor heb je duidelijke criteria nodig. Waaraan je moet voldoen als student. Nou, over open boek tentamen zijn ook diverse artikelen verschenen. Ook wat betreft SURF. Dus we verwijzen je ook zeker naar die artikelen door. Die staan ook doorgelinkt op onze website die wij na de hand en jullie zullen mailen. En dan een andere manier. Dat is programmatisch toetsen. En daar heeft Elke net al eigenlijk kort iets over verteld. Door ook aan te geven dat je verschillende formatieve momenten kan hebben. En programmatisch toetsen is eigenlijk door meerdere toetsen. Gedurende de hele opleiding of een bepaalde periode als student. Te laten zien dat jij over complexe vaardigheden en competenties beschikt. Die je nodig hebt voor jouw beroep waar je door wordt opgeleid. En de gedachtegang erachter is ook dat deze complexe vaardigheden niet in één toets te vatten zijn. En om een bredere kijk vragen. Nou bestaat programmatische toetsen uit een aantal onderdelen. Datapunten. Dat zijn lesmomenten, stagemomenten, feedbackmomenten waarop feedback is verzameld. Op basis van leeruitkomsten. De low-stake-momenten, dat zijn meer de formatieve toetsen, evaluaties. In hoeverre verschillende competenties zijn ontwikkeld en daar ook het gesprek over of een verslag over. En de high-stake-momenten, die lijken op de summatieve evaluaties. En in het licht van programmatische toetsen wordt dat door een panel gedaan. Panel is misschien een heel groot woord, maar in ieder geval een aantal beoordelaars. Die op basis van die datapunten en die low-stake momenten een uitspraak willen gaan doen. Of die student inderdaad in staat is om, en dan datgene dat je toetst, die complexe vaardigheden of competenties. En de panel gaat zo diep graven als nodig. Dus als hij al voldoende, op basis van die datapunten en low-stake momenten, een voldoende oordeel eigenlijk kan geven over een valide oordeel over die student, zijn of haar competenties. Dan laat hij of zij het daarbij. En als dat panel denkt van, hey, wij zien hier wat gaten, dan kan hij op dat moment in gesprek verder gaan graven. Nou, er zijn ook voorbeelden van de HAN. Bijvoorbeeld bij ergotherapie. Zij hebben daar echt toetsdeskundigen en didactische experts aan elk team gehaakt. Die hierin meekijken. En zij hebben aandacht voor goede toetstraining en kalibratie. Van hoe kan je nou zien wat je wilt zien. Hoe kan je dat uitvragen? En dit zou ook in deze tijd goed ingezet kunnen worden als er bijvoorbeeld al, en misschien
achteraf beredeneert in dit geval. Het liefst heb je natuurlijk dat je hier vooraf over nadenkt en hier helemaal dit uit gaat rollen. Maar misschien zijn er nu al datapunten en low-stake-momenten verzameld, waardoor jij eigenlijk een summatief oordeel kan geven. En ook hier geldt wel, kijk naar de condities waarbinnen die low-stake-momenten zijn verzameld. Was dat 1-op-1? Was het vooraf duidelijk voor een student waaraan moest worden voldoen? Anders dan zou je bij die high-stake momenten, denk ik nog, bijvoorbeeld met criteriumgericht interview, echt nog wel meer moeten uitvragen bij zo'n student in dit geval. Maar ik denk dat in sommige gevallen er echt al meer informatie ligt en je in die zin een deeloordeel al zou kunnen geven. Oké, dat wat betreft programmatisch toetsen. Ja, hij is geswitcht. Nou, een ander voorbeeld wat we eigenlijk hebben gezien vanuit ECIO, dus Expertise Centrum Inclusief Onderwijs, is ook weer hier een voorbeeld van de hand toevallig. Is dat een student die was, die liep eigenlijk vast in het schrijven van een scriptie en die mocht in plaats daarvan een documentaire maken. Nou, dit is gewoon even een voorbeeld om te laten zien dat andere vormen vaak mogelijk zijn. Nou, dit was eigenlijk, deze uitzondering werd toegekend door de examencommissie en dat was dus op basis van onderwijsgeschiedenis en niet per se op basis van diagnose. Dus bijvoorbeeld als iemand gediagnosticeerd is met dyslexie of een andere functiebeperking of specifieke ondersteuningsvraag. In dit geval was het dus toegekend op basis van onderwijsgeschiedenis. Nou, hier is dus vooraf uitgebreid overleg geweest tussen de docent en de examencommissie. En het product werd eigenlijk beoordeeld aan de hand van dezelfde beoordelingscriteria als die van de scriptie. Dus in dit geval kun je dus bedenken dat dus voor dat hier als beoordelingscriterium niet stond schrijfvaardigheden bijvoorbeeld. Dus daarom was dus een vorm als een documentaire mogelijk in dit geval. En ook hier, ja, de contactpersoon van de Han mogen we hier, als je hierin geïnteresseerd bent, van nou, klinkt dat nou in dit geval, dan kunnen we jullie daarmee ook in contact brengen. Verder hebben we nog wat algemene tips even op een rijtje gezet. Zorg dus eigenlijk dat studenten weten wat van hen verwacht wordt. Het is echt belangrijk om heel duidelijk daarover te communiceren. Je kan ook een oefentoets klaarzetten, dat ze gewoon heel eventjes wennen aan de manier waarop nou getoetst wordt. Een heldere instructie hoort daar natuurlijk bij. Let op, hier heb je weer de HUBO, dus herhaalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en organiseerbaarheid. En zie het gewoon dus als een kans om na te denken over een andere alternatieve vorm. Wij zien dus vanuit inclusief onderwijs, dat er soms ook gedwongen nagedacht wordt voor studenten die een functiebeperking hebben om na te denken over alternatieve vormen. Dus in die zin zien wij dit ook als kans, ook juist voor die studenten, dat hier dus meer bewustzijn eigenlijk over is. Hou daarbij natuurlijk aandacht voor de AVG. Die kun je bijvoorbeeld kwijt in de instructiehandleiding. Zorg voor goede verantwoording, dus dat je achteraf goed kunt laten zien welke keuzes je gemaakt hebt. En hoe de kwaliteit is geborgd. En kijk goed bij wat past voor welk type student. Dus met name in het MBO heb je met echt verschillende niveaus te maken. Wat past nou bij wie? Bij de ene kun je inderdaad een documentaire laten maken. Dat is een extreem voorbeeld. Maar niet alles past natuurlijk bij iedere student. Dan hebben we nog wat aanvullende tips voor studenten met een ondersteuningsvraag. Nou, ik zeg al steeds ondersteuningsvraag, dat is voor ons een heel bekende term. Wat wij daaronder verstaan zijn bijvoorbeeld studenten met een functiebeperking. Dus bijvoorbeeld denk aan dyslexie, ADHD of autisme of een fysieke beperking. Ik heb nog één sheetje terug. Maar waar we bijvoorbeeld ook mee te maken hebben. Er zijn studenten die mantelzorgtaken hebben of die jong ouder zijn, die al een kind hebben of die nog zwanger zijn. Studenten die in gendertransitie zitten. Nou, er kunnen allerlei bijzondere omstandigheden waar studenten mee te maken hebben.
Vergeet ook hen niet. Dus het lijkt vaak een kleine groep. Aan de andere kant geeft 30% van de studenten aan dat ze een ondersteuningsvraag hebben. Dus het is misschien zelfs een grote groep dan je denkt. Nou, voor deze studenten is het gewoon belangrijk dat je dus duidelijk maakt bij wie ze terecht kunnen. Met vragen over alternatieve vormen. Biedt studenten de mogelijkheid aan om ook zelf aan te geven hoe ze bijvoorbeeld een leeruitkomst kunnen bereiken. Je kan eens googlen op UDL of Universal Design of Learning. Zorg voor instructies bij online tools en systemen. En faciliteer bijvoorbeeld peer support. Dus dat de studenten die in hetzelfde schuitje zitten, dat ze elkaar ook weten te vinden. We hebben een internationale partner, die zit in Ierland. Dat is AHEAD. Daar hebben ze ook hartstikke mooie online tips. Dus daar verwijst dat linkje naar. Nou, als we het over deze studenten hebben, de studenten met een specifiek student met een functiebeperking, zeggen we altijd, dat er nu zoveel online gebeurt, zorg er nou voor dat je ook online toegankelijk bent. Het makkelijkste voorbeeld zijn studenten natuurlijk met een visuele of een auditieve beperking. Studenten die een visuele beperking hebben, die zullen alles met een voorleessoftware moeten kunnen lezen. En nou ja, als je het hebt bijvoorbeeld over een Word documentje, dan is het handig als je de documenten zo opstelt dat er een koppenstructuur in zit. Zodat dus voorleessoftware ook duidelijk die koppen kan vinden. Dat dus een student met een visuele beperking ook een document kan scannen met de koppen. Het zijn eigenlijk hele simpele aanpassingen die je kan gebruiken. En die tips staan ook op onze website. En wat eigenlijk, ja, alle dingen die bijdragen aan digitale toegankelijkheid is uiteindelijk voor iedereen vaak handiger. De simpele taal, leg jargon en moeilijke woorden uit. Begin eerst met de belangrijkste informatie. Gebruik tabellen alleen voor data. Ja, dat is niet altijd logisch, maar ook in dit geval voorleessoftware. Kunnen tabellen lezen, maar als een tabel ingewikkeld is opgebouwd en je hebt niet per se een tabel nodig, doe dat dan niet. Want dat is voor voorleessoftware vaak lastig te volgen. Nou, hier staat een voorbeeld, een schreefloos lettertype. Nou, dat is met name voor dyslexiestudenten van toepassing. Dus je hebt schreefletters en schreefloze letters. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal tips die kunnen helpen bij de digitale toegankelijkheid. En die uiteindelijk vaak het voordeel zijn van alle studenten. Even kijken, nou zou volgens mij Esther nog even ingaan op omgaan met de risico's. Ja. Klopt. Dit is een tip nog tot slot. En hierna kunnen we nog een aantal vragen die via de chat zijn binnengekomen bespreken. Maar het is goed om, als je dingen gaat aanpassen, om daarvan het impact in beeld te gaan brengen. Dus wat is de kans? Maal het effect. De consequentie wat je verwacht, geeft de impact voor bijvoorbeeld de student of voor een bepaalde groep in zijn geheel. En als je afbreuk doet aan een van de aspecten, dus denk hierbij aan die authenticiteit of aan de fraude of aan de kwaliteitsborging, bekijk dan wat is daarvan een risico, maar ook hoe kan ik eventueel dat risico zoveel mogelijk beheersen. Wat moet ik hiervoor doen? Nou, daarvoor zou je met de risicomatrix kunnen werken om dat in kaart te brengen en daar ook conclusies aan te verbinden. Als je dus niet het risico kan beheersen en het risico is te groot, als dat blijkt uit kans maal effect, dat het te grote impact heeft, dan is het misschien wel het juiste om te beslissen om iets niet te vervangen of te veranderen of toch door te laten gaan, omdat het risico daarvan te groot is. Nou, dan zou ik graag sowieso jullie willen uitnodigen om nog de vragen die je hebt nog te publiceren of via de vragenmogelijkheid in te dienen. En dan zou ik ook een aantal vragen die in de groep zijn gesteld. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd, mag je een spreekexamen, dus een mondeling examen met een videogesprek afnemen? Bijvoorbeeld Zoom, Teams, noem maar op. Nou, het antwoord is ja, dat mag.
Maar bekijk daar ook, wat we eerder aangaven, heel erg goed wat er voor nodig is om dat ook goed in te kunnen regelen. Dus denk hierbij aan wie gaat het afnemen. Doe je dat nog steeds met 2 beoordelaars of met 1 beoordelaar? Ga je het gesprek opnemen, zodat altijd terug kan worden gekeken? Mag de student daarbij? Mag die bijvoorbeeld de opname zelf ook downloaden vanuit Teams of Zoom? En je kan misschien ook wel indenken dat dat minder wenselijk is, omdat hij of zij dat ook weer kan verspreiden en de soortgelijke vragen die worden gesteld aan een van zijn medestudenten geven. Maar denk er ook aan wat hier allemaal voor nodig is om dit organisatorisch in te kunnen regelen. En nou, maak daar afspraken over, wees er transparant over naar de student, wat wordt van hem of haar verwacht. En hoe kunnen we zoveel mogelijk dat spreekexamen nabootsen? En wat doe je bijvoorbeeld als de verbinding wegvalt? Is dat dan een gemiste kans of niet? Wat doe je als het geluid heel erg slecht is? Of als een student te laat is vanwege een computerprobleem? Nou, daar is goed om echt dat allemaal te overdenken en om dat ook uit te proberen. En dat kost tijd, maar er zijn zeker mogelijkheden. En het zou mooi zijn als dat lukt, omdat zo wel echt een aantal examens gewoon door kunnen blijven gaan. Ik hoop dat hiermee de vraag is beantwoord. Er werd ook gevraagd, en ik weet niet helemaal of ik die helemaal goed begrijp, de vraag, maar ik zal het zoveel mogelijk proberen. Er wordt gevraagd, indien een onderdeel van de proeven wordt vervangen door bijvoorbeeld een filmpje, wordt dan volstaan met een uitbreiding van het al bestaande examengesprek? Dus ik geef even, ik verwacht, er wordt inderdaad een proef in de praktijk gedaan. En na de hand, dat wordt beoordeeld in de praktijk. En na de hand zou er ook een gesprek over zijn. En die proeven kan nu niet in de praktijk worden beoordeeld. Dus is het dan voldoende om een filmpje af te nemen. Plus dan een iets uitgebreider examengesprek. En dan is de vraag of moet er een apart CGI voor dit onderdeel worden afgenomen. Ik zou aanraden om dat CGI inderdaad af te nemen aan de hand van het filmpje. En dan het gesprek zoals je gewend bent plaats te laten vinden. Dat kan wel aan één stuk, dus in hetzelfde tijdspad, hetzelfde moment plaats kunnen vinden. Maar dat je eerst inderdaad echt even uitvraagt, wat zie ik op het filmpje, waarom maak je die keuzes? Om ook te checken dus inderdaad of het echt de student is die het ziet doen. Maar ook om daar meer informatie over die context waarin het filmpje plaatsvond te krijgen. Wat je anders eigenlijk in de praktijk door al te kunnen zien en ervaren meekrijgt, kan je dan in een CGI uitvragen. En dan kan het gesprek zoals je gewend bent plaatsvinden. Even kijken. Een andere vraag had ik al beantwoord eerder. En er was nog een vraag, welke software is het beste om in te zetten als we plagiaat met afbeeldingen willen checken, als we dat dus vermoeden en dat willen checken. Ik weet in ieder geval, volgens mij zijn dus bestaande softwares slaan afbeeldingen over. Ik weet wel dat je in Google een afbeelding kan slepen en dat Google via algoritmes een soortgelijk of wel de identieke afbeelding zoekt. Dus als je dan ziet dat die eigenlijk al op een website staat, terwijl de afbeelding geen bron bijvoorbeeld bij staat, dan kom je op die manier achter wat de oorspronkelijke bron is van de afbeelding. Nou, en dit waren de vragen. Dan wil ik jullie in ieder geval ook nog wijzen op dat wij meer informatie met jullie delen via de linkjes die je hier in deze PowerPoint ziet, maar die wij ook achteraf middels de PowerPoint, maar ook middels een website met jullie zullen delen. We hebben ook verschillende linkjes gedurende PowerPoint aan jullie gegeven. Wil je meer weten, raadpleeg dan ook de tools en ons verdere online aanbod. En mocht je specifieke vragen hebben, neem dan contact met ons op. En ik denk dat Elke dan ook nog wil afronden. En namens mij in ieder geval bedankt voor de aandacht. En wellicht tot een volgende keer. Ja, dankjewel. Ik heb nog één dingetje om toe te voegen. Die staat hier nu nog niet als linkje, maar we hebben eigenlijk afgelopen donderdag een nieuwe website gelanceerd. Dat is mbotoegankelijk.nl.
En dat is eigenlijk een website echt voor studenten met een voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag. Die op die website allerlei informatie kunnen vinden over wat hen kan helpen in een ondersteuningsvraag. Dus als ze een functiebeperking hebben of een andere soort vraag, kunnen ze daar voorzieningen en regelingen en dat soort dingen voor. Dat was eventjes mijn toevoeging op dit lijstje. Wil ik iedereen hartelijk danken voor de aandacht. We hopen dat jullie hiermee geholpen zijn. En mochten jullie inderdaad nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. Op de volgende sheet staan volgens mij onze e-mailadressen. Laat het vooral weten en wellicht tot ziens.